wil jullie mee terugnemen. Naar 5 mei 1945. Een vloedgolf van blijdschap trekt over Nederland. Een vloedgolf van vrijheid. Na 5 jaar van oorlog en onderdrukking was Nederland eindelijk bevrijd van de tirannie van het naziregime. Heel Nederland huldigde de vrijheid die de geallieerde soldaten meebrachten. De vrijheid bracht vreugde. En net zoals de Nederlanders van 75 jaar geleden, hechten wij als moderne Nederlanders nog steeds veel waarde aan onze vrijheid. We zien onszelf graag als het land van vrijheid van meningsuiting en tolerantie. En toch staat deze Nederlandse kernwaarde tegenwoordig onder druk. Vrijheid moet namelijk steeds meer plaats maken voor het denken in verschillende groepen. Sinds de komst van sociale media wordt men steeds meer in politieke hokjes geforceerd. Als er een probleem in ons land is, is er nauwelijks de ruimte om samen een oplossing te zoeken. De media verven verschillende standpunten politiek gekleurd en de termen links en rechts vliegen in het rond. Als jij je mening wilt uiten, word je altijd meteen bij een groep gezet. Er wordt tegenwoordig niet meer gevraagd, wat vind jij ervan? Maar alleen maar, ben je voor of ben je tegen? En als je dan geforceerd een mening kiest, begint de andere partij al met schreeuwen. Dit probleem zien we steeds vaker in Nederland. Zo kopte het NRC een paar maanden geleden, men steunt of de boeren of de klimaatactivisten. En als mensen een negatieve mening hebben over de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, gaan we meteen maar vanuit dat ze dan ook wel rechtse klimaatontkenners zullen zijn. Ben je voor een klimaatbeleid? Jij bent gelijk links. Heb je minder immigranten? Dan word je gelijk in het rechtse hokje opgesloten. Dit denken in groepen slaat het gezonde debat aan diggelen. In plaats van met z'n allen te zoeken naar mogelijke oplossingen, creëren we liever twee groepen die alleen maar tegen elkaar staan te schreeuwen. Argumentatie en onderbouwing zien we steeds minder. Geschreeuw en gevloek des te meer. De dijken die het Nederlandse poldermodel droog hielden, zijn doorgebroken. En een vloedgolf van onredelijkheid verzwelgt onze politiek. We zijn meer bezig met wie er gelijk heeft, dan dat we samen de schouders eronder zetten en het probleem ook echt oplossen. En dit terwijl collectieve actie toch echt het beste werkt om samen voor een betere wereld te zorgen. Dus laten we naast elkaar staan als medeburgers, in plaats van tegenover elkaar als vijanden. Laten we straks de vrijheid vieren, in plaats van de intolerantie. Laten we denken in oplossingen, in plaats van de tegenstellingen. Ik hoop op 5 mei de vrijheid te vieren. De kernwaarde die ons verbindt en onderlinge verschillen accepteert. Ik hoop op vrijheid van discussie, want vrijheid is het hoogste goed. Dank u wel.